Ah, jongen toch. Hey, ik ben Chester en welkom bij een nieuwe vlog hier op mijn kanaal Chester. Vandaag heb ik maar 3 uurtjes les. Het zat natuurlijk fucking lekker. Ik ben net wakker. Het is 8:15, want ik kon natuurlijk uitslapen als ik de 3e uur begin. Ik ga even wakker worden en waarschijnlijk straks even naar Jumbo voordat ik naar school ga. Maar we gaan wel zien wat ik vandaag ga doen, want het is niet een hele lange vlog, denk ik. Ik moet ook trainen en alles, dus dat is allemaal wel veel tijd in beslag. Maar we zien het wel, we zien het wel. Ik blijf nog steeds heerlijk vinden dat ik maar 3 lesuren vandaag heb. Maar ik ga natuurlijk dadelijk eerst even naar de Jumbo om croissantjes te halen. En wat te drinken misschien? I don't know. Maar 3 uur les, dat is niks. Dat is echt letterlijk niks gewoon. Serieus. Voor deze 3 uur doe ik natuurlijk even lekker mijn nightpak aan. Gewoon omdat het kan, ga ik niet echt een spijkerbroekje aandoen. Dus ik heb lekker mijn nightterkvlies pak aan. Ik heb ook nog een rode in mijn kast leggen, maar die heb ik op dit moment niet aan, zoals je ziet. Ik heb nu natuurlijk gewoon de leger... groen of leger zwart. Dus meer leger zwart. Maar voor degene die niet wouden weten. Kijk, dit is mijn camera nou voor de zekerheid. Dus hallo, je ziet mij hier in de spiegel. Ik ga nu mijn tanden poetsen, mijn haar doen. En dan ga ik daar ook weer naar de Jumbo. Want ik heb echt super lang in bed gelegen, jongen. Holy shit. Maar ja, dat doe ik altijd als ik laat begin. Ik ben niet iemand die vroeg kan opstaan. Kunnen jullie er vroeg opstaan? Laat weten in de comments. Alright. Nu gaan we de echte Chester tas inpakken. Zie, rood, wit, blauw. Deze tas heb ik al sinds de 2e. Dat is al bijna 2 jaar. Als de zomervakantie is, heb ik hem 2 jaar, jongens. Holy shit. Hij is nog best wel goed van kwaliteit. Er was zelfs ooit op geschreven, maar dat is gewoon helemaal eraf gegaan door het oude shit. Kijk, ja, hier. Hier zie je nog wel dat ik heb gekrast met een pen. Maar ja, kijk, je ziet nog een heel klein beetje hier. Hier, er stond echt gewoon echt heel dik geschreven. Maar dat is nu natuurlijk weg. Het is een aardig oud tasje, maar het is een fijn tasje. Want hij is best wel stevig. Ja, zoals je ziet, hij is nog niet gescheurd of iets. Dus oh, wat is dit? Ah, geen scheur, kijk maar, geen scheur. Of wel? Nee. Ja, hier een kleintje. Maar hé, ga niet doorscheuren hoor. Ah, was de trui naar boven gegaan? Ah, jongen toch. Kijk jongens. De trui mag eigenlijk niet naar boven. Omdat hij daar vroeger wel eens een keer had gepoept. En dat werd steeds meer. En nu slaat hij altijd naar beneden. Dat is gewoon beter voor Troy en voor ons. Maar hij ging net opeens weer naar boven. Hé, jongen. Ja, wat heb je dan? Kijk eens naar Chester. Wat heb je dan, jongen? Nee? Alsof Troy ook echt antwoord gaat geven, dat denk ik niet. Maar ik vind Troy gewoon een hele lieve hond. Jullie, vinden jullie Troy ook een mooie hond? Laat het achter in de comments. Want Troy is gewoon de beste hond in de wereld. Hè, Troy? Met onze vorige hond Baloo. Kijk, dit is onze vorige hond. Let op, moeten jullie goed opletten. Dit is onze vorige hond Baloo. Dat is ook dezelfde soort hond als Troy. Alleen Troy is net ietsjes anders dan Baloo. Althans, qua kleur. Maar ook qua gezichtsuitdrukking, hè Troytje? Wat heb je, jongen? Ben je zielig? Ben je zielig? Ah. Ik ga zo naar de Jumbo, Troy. We zijn erachter gekomen waarom Troy dus gok. Wat het dus was, is dat de stofzuigerslang die daar zo in de kast stond... was omgevallen. En dan schrikt Troy natuurlijk. En dan gaat Troy naar ons toe komen, hè jongen? Ja. Ah. Hij was dus gewoon bang en ging naar ons toe. Dat kan gebeuren natuurlijk. Ik ga nu naar school. Dus ik weet niet of ik op school vlog. Anders zien jullie me nu in de Jumbo. Of als ik alweer thuis ben van school. Dus je ziet het na deze... Zo, ik ben net terug van school. Ik heb net even lekker wat gegeten. Ik ga nu even op de... PlayStation spelletje spelen natuurlijk, Call of Duty Black Ops 3. Ik weet niet of deze vlog heel lang is, want ik moet natuurlijk vanavond trainen wat ik al zei. Dus dat gaan we straks wel zien. Ik ga nu even spelen, dus let's go. Sorry dat ik het zeg jongens, maar ik vind de Haymaker echt een fucking grappig wapen om te gebruiken. Gewoon op Skyjack, ik speel hem op Skyjack. Met de schiets, de UAV, de Capex en de dart. En ik moet jullie wat vertellen. Ik ben daar gewoon eerste mee geëindigd. Ik weet het, Chester, het is slecht van je, ik moet het embleem aanpassen, dus kijk daar niet aan. Laten we even een mooi dansje doen. Hup! Oké, nu ga ik nog even verder spelen. Gewoon voor de lol, want ik heb al video's opgenomen. Dus leuk ik je even lekker, gewoon relax, koffie te spelen. Oké, ik ben op dit moment dus heel eventjes voor mijn stats aan het spelen, omdat ik mijn win lose iets omhoog wil halen. Ik speel daarvoor TDM, maar ik weet nou niet precies wat de beste game mode is om je win lose ratio iets omhoog te laten... worden. Dus laat even in de comments achter wat de beste game mode is om je win-lose omhoog te krijgen natuurlijk. Maakt niet uit wat het is als het maar een beetje snel omhoog gaat. Dus laat het even weten. En wie weet ga ik daarmee een video maken voor jullie als jouw idee erin zit. Holy shit jongens, ik drop gewoon in een TDM potje 50 kills. Holy shit, we hebben een 5,56 kill dead. Oh ja, kijk als je niet gelooft, TDM 50 kills.
bovenaan hier omg in Chesto. Holy shit. Oké, ik zit hier dus met gewoon twee sukkels die ik in groep 8 heb leren kennen. En we gaan nu eventjes vier van quickscopen. Wat was dan groep 8? Yep. Groep 6. Nevermind. Groep 6. Zo jongens, ik ben terug van trainen. Het is iets later, het is 10 uur, dus ik moet nu nog de vlog editen. Thanks for watching. Laat je blauw duimpje omhoog. 8 natuurlijk. Help je mij enorm. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. Morgen om 3 uur weer een nieuwe vlog. En om 7 uur een gamevideo. Thanks for watching. Tot morgen. Doei.